eind juli. En dan toch al een zo belangrijke wedstrijd voor Ajax. De dubbele confrontatie met PAOK. Een jonge ploeg heeft Ajax hier vanavond. En de Grieken kunnen op heel veel ervaring rekenen in hun ploeg. Ajax met een nieuwe coach, Peter Bos, zijn eerste belangrijke wedstrijd. Dat zal natuurlijk gisteren op de persconferentie. Dat kan gespeeld zijn, want hij zal toch ongetwijfeld voelen dat er vandaag hier iets moois moet gebeuren. Riedewald. Beetje een lapswaai. Zijn vergeten. Hij is een beetje de Haarlemmerolie van Ajax. Oh, hier Gary Mendes Rodriguez. En het is Tete die de bal speelt in de optiek van Javier Estrada, de scheidsrechter. Maar dat was weer zo'n bijna duur momentje. Ajax ontsnapt. Dit is een goede bal. Klaassen, het eerste schot tussen de palen. Dit moet hem zijn. Dolberg, het is buitenspel. Het is buitenspel. Dat is jammer. Dit is zo'n moment dat je dan echt nodig hebt. Een moment dat je in het zadel kan helpen. Hier Klaassen, geen buitenspel. Van Dolberg. En dus had deze treffer niet geannuleerd mogen worden. El Ghazi. Voorzitter is goed. Dolberg. Half langs de bal. En dan de lat. Oh, de lat geraakt. Oh, het zit Ajax niet mee. Riedewald is de man die de lat spijkerhard raakt. Geweldige poeier van Riedewald. En Ajax dat pech heeft. Matos. Aasje van Djalma, Matos, alle tijd voor de voorzet. En die komt er ook, komt achterin. En de kopbal aan Cillessen. Naar de kopbal van Gary Mendes. Beste man bij PAOK. Maar dit is Link wat Tete daar doet, balverlies. En dan is het weer Riedewald die als een vorst regeert op het middenveld in die controleursrol. El Ghazi, weer balverlies. Maar ditmaal is het Viergever die prima ingrijpt. Klaassen's voorzet, weggehaald. Viergever, geen geweldige controle. En nu de uitbraak van de Grieken met captain Athanasiadis. Djalma, Cillessen, oh, wat doe je daar? Cillessen, en dan krijgt hij die bal erin. En wordt het 1-0 voor PAOK via Djalma Campos. Jongen, 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 wat een drama zeg. Hij maakt het zij gezegd, briljant af. Nog eens kijken. Na een sterke fase van Ajax. Ja, en Cillessen, wat doe je daar in hemelsnaam? En dan, het zij gezegd, Djalma schuift hem er fraai in. Gary Mendes komt er nog in de buurt, maar blijft er vanaf. En zo komt PAOK. En daar heb je helemaal niks aan. Als Ajax zijnde, onverdiend dat wel op een 1-0 voorsprong. Mooie combinatie, Gary Mendes, nog meer pijn, nog meer pijn. Nee zeg, Klaus laat de kans liggen op de 0-2. Klaassen. Klaus komt weg, Riedewald pikt op. Klaassen. Van de Beek. Mooi bereikt. Omhaaltje. Nou, dit moet er zijn. Oh, El Ghazi. En dan is het Glikos die redt. Schitterend gespeeld door Ajax. Maar weer blijft de beloning achterwege na die uithaal van Amar El Ghazi. Nog eens dit fraaie balletje van Klaassen. En de aanname van der Beek. Schitterend gedaan hoor. De omhaal. En dan de knal van El Ghazi. Ja, recht op de doelman af. Maar ja, het zijn de wetten van het profvoetbal. Eén klein momentje van onoplettendheid, één foutje en je krijgt het deksel werkelijk snoeihard op je neus. Nou, Dolberg! Dolberg! Nee! Vrije schietkans toch, van een meter of 20. Dolberg, het schot van Dolberg, het is 1-1! Ajax komt op gelijke hoogte! Door die 18-jarige spits! Doet weer mee.
Kasper Dolberg. De aanname, hij maakt ruimte en met een soort van schuiver laat hij Glikos kansloos. Dolberg doet het voor Ajax. De Amsterdammers leven weer. En de gelijkmaker is meer dan verdiend. Teten kopt weg. Riedewald. Valt die bal goed? Die bal valt goed. En Sillissen maakt een fout meer dan goed. Wat een kans zeg voor Tsavelas. Die was blijven hangen daarvoor in. Die centrumverdediger. En Sillissen redt de situatie voor Ajax. Voorkomt een tweede paaltreffer. Goeie bal. Dijks slingert hem voor. Hij is wat hard. El Ghazi houdt hem binnen, maar levert hem ook in. Jovac, maar daar is El Ghazi alweer aan de bal. Nou, nu Klaassen. Klaassen. Dolberg. Oh, bijna zijn tweede zeg. Het had zijn avondje kunnen worden. Younes. Dijks, Younes. Voor zijn rechter. De voorzet is niet slecht, maar El Ghazi schampt die bal. Het eindigt hier in 1-1. Daar valt mee te leven. Ajax kreeg te weinig. Zeker met het oog op dat doelpunt dat onterecht afgekeurd werd. Hij zal toch niet helemaal lekker slapen. Want zijn fout, de fout van Jasper Sillissen, leidde de 0-1 in. En uiteindelijk werd het dus 1-1.